De Vlaamse regering heeft de rol van de provincies herbekeken. Heb je vragen over wat de provincie Antwerpen juist doet? We geven je hier een bondig antwoord, in klare taal en in één minuut. De vraag voor gedeputeerde Peter Berns deze week. Waarom houdt de provincie zich bezig met geweld binnen de familie? Gemiddeld doen in onze provincie 19 mensen een aangifte van geweld in de familiale sfeer. Intrafamiliaal geweld is één van de speerpunten van het provinciale welzijnsbeleid. We investeren daarom in preventie, maar ook in de begeleiding van zowel de slachtoffers als de daders. Dat gebeurt onder andere hier in het Family Justice Centrum in Antwerpen, waar dat politie, parket, hulpverlening en OCMW de werkvloer delen. Samen buigen ze zich over de meest complexe dossiers, waarin dat verschillende problematieken samenkomen. Het zorgt in ieder geval voor een betere opvolging en mensen hebben niet het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. De resultaten in Antwerpen zijn zo goed dat Vlaanderen deze aanpak gaat uitrollen. Zelf zullen we als provincie nog initiatieven nemen om een Family Justice Centrum op te richten in zowel Mechelen als in Turnhout. Heb je ook een vraag voor de provincie Antwerpen? Laat het ons weten op in1minuut@provincieantwerpen.be.